Changes. Live on Mars. Where are we now? Dat vind ik echt een heel mooi nummer. Rebel Rebel. Toen was ik 20. En 20 is natuurlijk echt een leeftijd waarop dat soort muziek grote impact heeft. Dus ja, ik vind het echt heel erg leuk dat ik hier vanavond ben. Ik laat me vooral inspireren door het mooie beeld en door het mooie spel en mooie muziek. Ik heb er heel veel zin in. Ik verwacht weer een hele mooie les, dus, want die voorstelling is altijd mooi. Ik verwacht ook dat William en Lottie laten zien wat ze voor talenten zijn. Het zijn twee toptalenten waar ik me echt op verheug. In één woord gewoon fascinerend. Ik zat zo heel zwaar geboeid de hele tijd te kijken. De acteurs zijn geweldig. Echt, ze hebben het zo goed gedaan. Uitstekende zangers. Ik ben echt gewoon, ja, heel erg verrast. En dat toneelbeeld, dat is iets wat je niet vaak ziet. Ja, het blijft gewoon heel goed. Het blijft gewoon heel goed. Al zie je het voor de tweede keer, je ziet weer hele nieuwe dingen. En ik ben ontzettend blij dat ik het gezien heb. Ik zou deze avond omschrijven als spannend, intrigerend, vernieuwend. Ik ben blij. Ik was een beetje gespannen, toch? Grappig genoeg. Maar gewoon gelukt. Ik ben heel tevreden. Iedereen was heel liefdevol en blij eigenlijk. Ik doe veel stemmenwerk en dan kom ik in de studio. Of ik ging laatst naar yogales. En dan dus hier en daar, eigenlijk best vaak, ja, hoor ik mensen en die zeggen, hey, ik zag je in Lazarus. Dat was je goed. Ja, dat vind ik heel leuk om te horen. Het is geen verhaal die je volgt van begin tot eind. Het is een innerlijke beleving. Ja, ik vind zelf heel mooi. Ik hou er zelf erg van en ik ben heel trots dat ik erin mag staan. Ja, als je echt van theater houdt en echt beroerd wil raken en ontroerd wil raken, dan is dit volgens mij te gek. En het is een nieuwe, vind ik, het nieuwe genre van musical wat er aankomt. Het is de toekomst van ons genre, dus daarom moeten mensen ook komen. Ja.